Renault Antwerpen. De auto's van de stad. 30 kilo stoofvlees, klaar om te serveren bij het zorgbedrijf in Deurne. Stoofvleesfriet voor maar 6 euro. Die aanbieding laat niemand koud worden. Ik kan de keuken volgen. Je kunt in, hè. Dit is wel een heel speciaal menu voor maar 6 euro. Dat is goedkoop, hè. Je kunt er niet voor jezelf niet koken, hè. Nee, hè. Ik vind als je een klein gerecht zou eten in een gewone brasserie, dat het er rap oploopt als je met twee gaat eten. Dus het is rap 50 euro. En dat is dan goed voor één keer. Maar dat kun je niet altijd doen. Zeker voor mensen die gepensioneerd zijn. En dit initiatief, dat vind ik fantastisch. Echt waar. Maar de actie stuit de Antwerpse horecazaken wel tegen de borst. Private restaurants kunnen deze scherpe prijs nooit aanbieden. Het zorgbedrijf weerlegt. U ziet dat de meeste wel 70 en 80 plus zijn. Ik weet niet of dat de dagelijkse horecaklanten zijn. Maar voor ons is het vooral de bedoeling om de mensen via de maaltijden binnen te krijgen in het dienstencentrum. Zodat ze achteraf vooral van de andere diensten en van de andere activiteiten kunnen meenemen. En ons doel is in vergelijking met een horeca de mensen uit de eenzaamheid halen. Er zaten 146 nieuwe mensen aan tafel, verspreid over de 40 locaties van het zorgbedrijf. Gemiddeld zijn er dus maar 4 nieuwe gezichten komen opdagen. Als je dat bekijkt, 4 per 40 is inderdaad niet veel. Maar om al gewoon 4 nieuwe klanten per dag bij te krijgen, is dat weer wel veel. Witloof met kaassaus en vol-au-vent, telkens voor maar 6 euro. Ook met die menu's wil het zorgbedrijf later deze maand nog eens scoren.